De laatste dag van de Predator Tour is begonnen. Het weer is helemaal opgeklaard en de wind is voor het grootste deel gaan liggen. De deelnemers kunnen zich nu volledig focussen op het vangen van grote vissen om zo hoog mogelijk te eindigen. Verwerken dus de foto's die buiten de app binnenkomen. Natuurlijk heel belangrijk, vandaar dat we het ook met z'n tweeën doen. Dat meerdere mensen naar de foto's kunnen kijken. Dunk die krijgt ze eigenlijk direct via de app binnen. En ik krijg ze via de WhatsApp groep binnen. Wordt van alles gevangen. Hele grote snoeknet, 1,27 meter. En een 119 had jij net ook? Ja. Ze worden hele grote snoeken gevangen. Mooie baarzen komen er ook binnen. Om nu gewoon te beginnen met die wedstrijd. Want we hebben 2,5 dag gewacht. We gaan nu vissen gaan. Het einde van de middag nadert en de deelnemers hebben nog enkele uren te gaan om zichzelf te bewijzen. Terwijl in de haven de voorbereidingen worden getroffen voor de prijsuitreiking, doen de vissers hun uiterste best om de kaarten nog vol te krijgen. Waar sommige deelnemers met enkele vissen in de boeken weinig hoop mee hebben, halen de kanshebbers alles uit de kast om zo hoog mogelijk in het klassement te eindigen. Klaar. We zijn klaar! We begonnen al met een volle kaart als een van de weinige teams. Dus dat was wel lekker. En we hadden nog drie kleine snoeken en die moesten we gaan verbeteren. En toen gebeurde er iets heel moois bij Gerald. Dus. Ja, ik. Ja, de eerste paar worpen al was, of ja, Henry kreeg een beetje een goede aanbeet. Toen, nou, de mis, ja, balen natuurlijk, dus wij even doorwerpen. Toen, boom, dikke dreun, mooie drill, echt ongelooflijk, wat een spannende drill. Dus dat was even, en toen eindelijk zat hij in het net, was 1,19 meter. Dus nieuw PR. Nieuw PR ook meteen, dus ook de grootste vis van de boot meteen, dus dat was lekker. Een goed begin denk ik. Nu kunnen we gaan voor de, want we wisten dat we achterstand hadden op de nummer 1. Dus we moesten toen drie goede snoeken vangen. Nou, de eerste echte goede hadden we meteen. Maar dat werd niks.
Maar goed, we zijn uiteindelijk op een hele mooie vierde plaats geëindigd. Third place of the European Championship, Team 53, Kevin and Jordan! On second place, number 14, Daniel and Jan! Big applause for the European Champions! Pierre and Daniel! Unglaubliches Gefühl. Wir haben viel trainiert vorher, jahrelang schon auf den Gewässern und einen guten Plan gehabt. Uh-huh. Und es hat funktioniert vom ersten bis zum letzten Tag. Der dritte Tag war schwer für auf Zander. Wir wollten die Zander noch ein bisschen vergrößern, das war schwer. Aber es ging zum Glück alles glatt. Wir haben den ersten Tag haben wir angefangen auf Barsch zu fischen. Wir haben direkt in den Morgenstunden die drei Barsche gehabt, haben dann gewechselt aufs Hechtangeln, haben dort auch schnell zwei Hechte gefangen. Alles gut, sind in den zweiten Tag gegangen. Haben dann morgens den dritten Hecht gefangen, hatten dann auch schon die drei Barsche vom ersten Tag voll, sind dann kurz aufs Pelagische gewechselt, haben die drei Zander gefangen für den Tagessieg am zweiten Tag und heute dann nur pelagisch geangelt auf Zander, um den Zanderdurchschnitt zu verbessern. Wir haben leider nur einen verbessern können, aber es hat zum Glück gereicht.